Hoi, hier is Wouter. Welkom in deze video. Ik ben net naar de Jumbo geweest en daar heb ik aardbeien gekocht. Ja, aardbeien, ook wel genoemd aanbeziën of zoiets. Tenminste, ik tiet de tovenaar. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar die wil ze altijd aardbeien in een kameel veranderen. Ga ik ook eens proberen. Kijken of dat werkt. Oké. Aardbeio. Tot Camelio. Nee, hij blijft gewoon een aardbei. Dus dan maar proberen te eten. Even dit eraf. Ben benieuwd hoe die aardbei smaakt. Ik vind aardbei altijd wel lekker. Soms ook met slagroom erbij. Maar ja, het gaat nu om de aardbeien review. Dus ik doe het even zonder. Want anders is het aardbeien met slagroom review. Maar dit is een gewone aardbeien review. Dus... weinig geur. Lekker. Het is een hele lekkere aardbei. Lekker zacht. En lekker sap erin. Nee, dat vind ik wel lekker. Ik zou nog eens eentje proberen. Maar dan een grote. Even dit eraf. Ja. Ja, een lekkere droog, of daar droog. Een lekkere stuk fruit. En ja, met slagroom en poedersuiker is misschien wat lekkerder, maar zo los zijn ze ook wel te eten. Lekker sappig. Ik vind ze lekker. Nou, het is me niet gelukt om ze in een kameel te... maar het is me niet gelukt om ze om te toveren in een kameel. Maar om ze eten, dat lukt me ook het best. Erg lekker. Ik bedank u voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.